Die vibranium is hard weer. Er wordt overal hard gewerkt nog. Er wordt inderdaad heel hard gewerkt. We zijn 2 dagen voor de opening. En de laatste loodjes, daar zijn we dus nu druk mee bezig. Dus de laatste voorbereidingen. En nou ja, er moeten nog wat spulletjes bij komen. Dus de taxis nog even langslopen. Al dit soort dingen, dat is ja, last minute werk. Dat hoort erbij. Het is bijna klaar, heren. Ja, we zijn aan de laatste loodjes. En het venijn zit nog altijd in de staart. Na 2 jaar verbouwen is het nieuwe Zijpenmuseum over geschiedenis van Polder de Zijpen bijna af. Nagenoeg al het werk is gedaan door de vrijwilligers zelf. Ja, dat is ongelooflijk. Het zijn verbouwingswerkzaamheden, het is het schilderwerk, het is helpen bij de vloerbedekking, de plafonds, de verlichting. Dus wat dat betreft, zonder onze vrijwilligers hadden we het niet gered. Nee. Enorme klus, hè, wat jullie allemaal doen. Ja hoor. Wat vinden jullie er zelf van eigenlijk? Zijn jullie een beetje blij met het resultaat? Jawel hoor, heel. Ja, vooral de laatste weken nu zien hoe het eruit ziet. Ja, prachtig. Ja. Het museum zit nu in een nieuw pand en kon tijdens al het werk maar mondjesmaat open. Na 2 jaar van hard werken komt donderdag de beloning in de vorm van de officiële opening. Het is een vlotbrug met cameratoezicht. Ik kan me ook voorstellen dat je na 2 jaar zoiets hebt van, nou mag het ook wel geopend worden. Ja, dat kun je rustig zo zeggen. Absoluut, daar zijn we allemaal aan toe. Ja, dus we hebben daar echt nu naartoe gewerkt. En ja, donderdag zal het zo zijn van, hè, we zijn zover. En we moeten toch een beetje netjes eruit zien allemaal natuurlijk als we bezoekers krijgen.